De oproep die we vandaag voorstellen past binnen EFRO prioriteit 2, doelstelling 2, en dat is het bevorderen van het ondernemingsklimaat op lokaal niveau. Sommigen onder jullie kennen de City of Things oproepen van 2018 en 2019. Zo'n oproep zal er dus dit jaar niet zijn. De meesten onder jullie denk ik wel weten ondertussen wat een smart city is, maar ik zal het nog eens even kort samenvatten. Een slimme stad is een stad die een maatschappelijke uitdaging gaat aanpakken met een slimme oplossing. Een slimme oplossing is doorgaans gebaseerd op het Internet of Things en op open data. Dat Internet of Things is eigenlijk allerlei toestellen, voorwerpen, personen die verbonden zijn met het internet en die bepaalde data opleveren. Een lokaal bestuur wordt niet op eigen houtje een slimme stad, maar werkt daarvoor samen met andere overheden, met kennisinstellingen, ondernemingen en zelfs met burgers. En dat noemen we dan de quadruple helix. Een smart city is een middel en eigenlijk geen doel op zich, want het is de bedoeling dat door het slimmer worden, het leven binnen de stad voor burgers en ondernemers makkelijker wordt. Een aantal agentschappen en departementen binnen de Vlaamse overheid zijn samen aan het werken aan een ecosysteem smart cities. Bij de start van deze samenwerking hebben we 6 domeinen geselecteerd. Smart economy is daar eentje van en sluit eigenlijk perfect aan bij prioriteit 2, doelstelling 2 van het EFRO-programma. In de oproepen City of Things, die er al geweest zijn, waren er relatief weinig aanvragen rond deze smart economy en dat willen we met deze oproep goed maken. Maar wat is nu precies smart economy? Wel, als je dat zou intikken in Google, dan krijg je onmiddellijk heel veel verschillende definities. Wat al deze definities gemeen hebben, is dat bij smart economy, lokale besturen, Internet of Things, IoT, dus, en open data gaan inzetten om nieuwe, slimme manieren te vinden om te gaan produceren, werken, communiceren en promoten. Doel is dus om ondernemen op lokaal niveau in ruime zin makkelijker te gaan maken. Dat wil zeggen, starten, groeien en zelfs overlaten op een slimme manier gaan faciliteren. Het is ook bijvoorbeeld de dienstverlening aan ondernemers slimmer en dus ook beter en sneller maken. Het kunnen ook projecten zijn die het lokaal ondernemingsklimaat in het algemeen verbeteren of de handelskern gaan versterken. Idealiter worden ondernemers bij de projecten betrokken. Dat kunnen de ondernemingen zijn die de doelgroep zijn van de projecten, dus waarvoor de projecten bedoeld zijn, maar ook de ondernemingen die slimme toepassingen leveren. Het is niet omdat binnen de City of Things oproepen nog maar weinig gesubsidieerde projecten rond smart economy waren, dat er nog geen initiatieven rond bestaan. We willen uiteraard het geleverde werk niet opnieuw doen, dus zijn we op zoek naar projecten die ofwel met een nieuw idee komen en dat willen gaan onderzoeken, uittesten en implementeren, of we zijn op zoek naar projecten die een bestaande slimme oplossing willen opschalen. Opschalen kan in principe op 3 manieren en dat is uitrollen, uitbreiden of repliceren. Volgens mij zullen het vooral de laatste 2 zijn die in deze oproep toegepast kunnen worden. Bij uitbreiden neem je bijvoorbeeld een bestaand idee, een piloot of een oplossing en ga je daar nieuwe partners of gebruikers aan toevoegen of ga je het geografische toepassingsgebied verder gaan uitbreiden. Bij repliceren neem je een bestaand idee of project dat misschien oorspronkelijk totaal geen smart economy was, ga je dat aanpassen en ga je dat in een nieuwe context, in dit geval dus economie en ondernemen, gaan toepassen. We willen uiteraard graag dat die slimme toepassingen in veel besturen ingang vinden en daarom willen we samenwerking aanmoedigen. Zo is het niet alleen interessanter voor de lokale besturen en de ondernemers, maar staan die projecten ook sterker als jullie bepaalde toepassingen, hard of software, willen gaan aankopen. Dan zou ik graag 2 voorbeelden geven onder de noemer Smart City. Let wel, dit zijn op zich geen innovatieve voorbeelden. Verschillende lokale besturen zijn hier reeds mee bezig.
Dus als je een idee zou willen indienen dat daarbij aansluit, dan zal je toch een stapje verder moeten gaan en er bijvoorbeeld een IoT of een open data luik gaan aankoppelen. In elk geval, om het even welke aanvraag je indient, het moet het ondernemingsklimaat in steden en gemeenten verbeteren. Een eerste voorbeeld zijn dus de passantentellingen. Die passen binnen Smart Economy, omdat er doorgaans gebruik gemaakt wordt van IoT om data te gaan capteren. Het wordt natuurlijk pas interessant als een lokaal bestuur deze data gaat analyseren, daar besluiten of conclusies uittrekt en dan daarnaar gaat handelen. Maar het kan bijvoorbeeld ook nuttig zijn om deze data te gaan delen met de lokale ondernemers, zodat zij op hun manier ook weer hun manier van werken kunnen aanpassen aan de conclusies uit die data. Opschalen zou hier kunnen betekenen dat de toepassingen uitgebreid worden en dat er naast de passantentellingen ook bijvoorbeeld verkeerstellingen meegenomen worden en dat bijvoorbeeld de doorstroming in de handelskern bestudeerd wordt. Een tweede voorbeeld is een Smart City Dashboard, waarbij een stad of een gemeente al zijn beschikbare data op een open en visueel aantrekkelijke manier gaat publiceren. Uiteraard is zo'n dashboard zeer interessant voor het lokaal bestuur zelf, maar zo'n dashboard bevat heel veel informatie die ook voor lokale ondernemers nuttig kan zijn. Het openstellen van die data maakt dat ondernemingen, kennisinstellingen, maar bijvoorbeeld ook burgers met die data aan de slag kunnen gaan en daar nieuwe dingen mee kunnen gaan ontwikkelen. Maar ook hier, verschillende besturen zijn er al mee bezig, dus als je iets dergelijks wil indienen, ga je best op zoek naar extra of nieuwe opportuniteiten. Belangrijk om te weten, uiteraard, is wie kan indienen. Dat zijn natuurlijk de steden en de gemeenten, maar ook andere overheden kunnen indienen. En ook intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Daar is de voorwaarde dat zij ook met hun werking zich rechtstreeks naar ondernemers of burgers richten. De strategische onderzoekscentra kunnen ook indienen, maar in elk geval is de regel dat er voldoende lokale besturen in het partnerschap moeten zitten om als pilootgemeente te gaan optreden. Voor ik het woord geef aan mijn collega's, wil ik nog even de aandachtspunten overlopen. In de oproepen City of Things bleven projecten vaak steken in de idee- of pilootfase. Dat willen we nu vermijden en daarom toon je best bij de indiening het engagement aan van je lokaal bestuur om met dat idee toch iets verder te gaan dan het gewone uittesten op kleine schaal. Dus als je kan aantonen dat je daar op langere termijn iets mee wil gaan doen, dat er budgetten zijn om te gaan implementeren, dan zet je dat best in je aanvraag. We zullen Smart Economy ruim interpreteren. Dat wil zeggen dat in principe alle thema's en beleidsdomeinen in aanmerking komen, zolang je in je aanvraag duidelijk maakt dat ondernemers of het ondernemingsklimaat in de gemeente of de stad er beter van worden. We vinden het belangrijk dat de projecten niet op maat van één enkele gemeente geschreven worden, dus denk gerust grootser en betrek voldoende lokale besturen. We proberen dat proces wat te faciliteren en daarom werken we met de vooraanmelding. Dus van zodra de ideeën binnenkomen en we hebben een aantal matchen gevonden, dan zullen wij een soort matchmaking doen en jullie allemaal mogelijke partnerschappen gaan voorstellen. Dus zoals gezegd is dit een oproep die kadert binnen Smart City en City of Things. En vandaar dus dat ook die IoT en die open data belangrijke componenten zijn. En dat de projecten dus verder gaan dan een puur digitaliseringsverhaal. Dat wil niet zeggen dat in Smart City projecten er geen digitaal luik kan zitten. Vaak heeft het ook te maken met apps en websites en dashboards. Dus het is wel degelijk op basis van digitalisering, maar het gaat nog een stukje verder. Tot slot, hou er rekening mee dat de projecten afgelopen moeten zijn tegen eind 2022, wanneer deze EFRO-programmaperiode definitief eindigt. Dankjewel. Allemaal nalezen op onze website. Als je daar toch problemen zou bij ondervinden,
dan kan je contact opnemen met onze ICT-ondersteuner, Roel Loos, die jullie dan ongetwijfeld daar verder zal bij helpen. Nu, de datum voor de indiening van het effectieve projectvoorstel is 14 augustus. Dat is natuurlijk wel midden in de zomer, maar anderzijds willen we ook snel van start gaan met deze projecten. Dus zouden we jullie toch aanmoedigen om daar ook werk van te maken. Als jullie vragen hebben of ondersteuning nodig hebben, of jullie vastzitten bij het uitwerken van jullie project, kunnen jullie steeds contact opnemen met ons, het Centraal Programmasecretariaat van EFRO, of met de provinciale en stedelijke contactpunten, waarbij u later ook nog de informatie hiervan in deze presentatie zal terugvinden. Voor EFRO hebben we een heleboel praktische gidsen opgemaakt die jullie kunnen helpen bij het indienen van een project, die jullie begeleiden bij de uitvoering, die meer info geven over de kosten die in aanmerking komen, over communicatie, overheidsopdrachten, staatssteun en dergelijke meer. Ook deze gidsen die kan u allemaal terugvinden op onze website. En het is wel belangrijk om in aanloop van jullie project deze toch ook wel eens goed te gaan bekijken. Dan indiening en beslissing. Dus dat is eigenlijk hetgene dat gebeurt na 14 augustus. Dus eens het project bij jullie ingediend is, gaan wij dat beoordelen. Dus eerste beoordeling gebeurt door ons, het Centraal Programmasecretariaat van EFRO. Dus we gaan eerst een soort van ontvankelijkheidscheck doen. Dus daarbij bekijken of dat project inpasbaar is in de oproep. Wat de kwaliteit is, of dat de planning goed zit, de organisatie, wat financieel plan oké is. Wat de bijdrage van het project is aan die indicatoren. Op basis hiervan brengen wij een advies uit dat besproken wordt met de technische werkgroep. Dus de technische werkgroep zijn een aantal deskundigen binnen de Vlaamse overheid die betrokken worden bij de beoordeling van jullie projectidee. En op basis daarvan, het advies dat zij geven, neemt de managementautoriteit een beslissing over de goedkeuring van jullie project. En belangrijk daarbij is dat eens dat de goedkeuring gebeurd is, dat jullie 6 maanden hebben om effectief van start te gaan met jullie project. En eens dat die goedkeuring klaar is, gaan we ook een projectovereenkomst met jullie opmaken, waarbij dat de afspraken in staan rond de uitvoering van jullie project. Nu, wat is er allemaal subsidiabel in een EFRO-project? Eerst en vooral is het zo dat wij geen voorafgaande kosten aanvaarden. Het is dus effectief de kosten voor de uitvoering van het project van start tot einddatum die in aanmerking komen. De EFRO-steun die we daarop kunnen betalen is maximaal 40% van de totale projectkost. Daarnaast kan je ook via minister Krevits een bijkomende 40% Hermes cofinanciering aanvragen. Wat dat dus zoveel betekent dat jullie eigen inbreng op het project minimaal 20% zou moeten zijn. Projecten staan open zowel voor publieke als private rechtspersonen. Nu, aan zo'n project is ook heel wat rapportage en dergelijke verbonden. Dus we vragen ook elke 4 maanden om zowel financieel als inhoudelijk over de voortgang van het project te gaan rapporteren. Op basis daarvan betalen wij jullie ook de besteden middelen terug uit. Nu, de kosten kunnen ook ingebracht worden door zowel publieke als private rechtspersonen. Daarbij is het belangrijk dat kosten in het project enkel subsidiabel zijn voor diegenen die als projectpartner in het project opgenomen zijn. Dan wat betreft de cofinanciering. Dus zoals net gezegd, kunnen jullie ook voor een stuk beroep doen op Hermes cofinanciering of Vlaamse steun. Die kan je aanvragen via het kabinet van minister Krevits. Dat doe je via brief, met daarbij ook het projectidee dat jullie zouden willen gaan uitvoeren. Dan, wat is subsidiabel binnen het project? Dus een projectvoorstel is opgebouwd volgens een aantal rubrieken. Zijn de werkingskosten, investeringskosten, personeelskosten, overheid, externe prestaties, promotie en publiciteit. We zullen bij elk van die verschillende rubrieken even kort stilstaan. Dus de werkingskosten, zoals het ook, de titel het ook zegt, zijn de kosten die dat jullie hebben bij de uitvoering van het project of bij de activiteiten die jullie voorzien. Dus het gaat om zowel inhoudelijk als promotioneel deelname aan activiteiten,
Als jullie bijvoorbeeld in het kader van het project verplaatsingskosten maken of verblijfskosten voorzien, kunnen die er ook in opgenomen worden. En wat betreft verplaatsingskosten met de wagen, aanvaarden wij enkel kilometerkosten. Volgens het forfait dat door de Vlaamse overheid goedgekeurd wordt. En dus geen leasingkosten of project of dergelijke. Het is ook wel belangrijk dat je bijhoudt hoeveel kilometer dat je in het kader van het project gereden hebt. Dan investeringskosten. Dat gaat dan om installaties, machines en uitrusting. Dus in het kader van deze oproep gaat dat om hard en software voor de proof of concept van wat jullie willen doen. Dus als je passantentellingen wil doen of dergelijke, je hebt daar bepaalde sensoren en zo voor nodig. Op zich kan dit in het project ingediend worden. Dan personeelskosten. Dus ja, een project moet ook uitgevoerd worden, dus daar kan personeel op ingezet worden. Het is zo dat wij binnen EFRO werken met een standaard uurtarief. Dat wordt bepaald op basis van het bruto maandloon van de eerste maand van het jaar. Dus van januari meestal. Dat is eigenlijk een factor die dat we nemen van 1,2% van het bruto maandloon. En dan krijg je een standaard uurtarief. Dus als je gaat rapporteren, ga je het aantal uren dat je gewerkt hebt op het project met dat standaard uurtarief moeten vermenigvuldigen. En op die manier bereik je dan het bedrag dat je bij ons kan rapporteren. Dus je ziet hier ook even een voorbeeld van. Dus als je bijvoorbeeld 140 uur gewerkt hebt aan 48 euro standaard uurtarief, kan je die maand 6.720 euro gaan rapporteren. Je moet daar een tijdsregistratie voor aan ons bezorgen, die dat je bij elk rapport voor alle personeelsleden ook opmaakt. Indien jullie overuren in het project zouden voorzien, dan zijn die enkel subsidiabel als er een bepaalde afspraken voor bestaan bij u of bij de andere partners in het project. Het maximaal standaard uurtarief dat we voorzien is 100 euro. Het is ook wel zo dat we wel verwachten dat er wel een minimale personeelsinzet is, dus dat je niet iemand slechts voor 10 uur of zo gedurende de hele projectperiode of per maand gaat inschakelen op het project. Dus de personen die ingeschakeld moeten worden, moeten ook wel echt een essentiële bijdrage leveren aan het project. Dan de overheadkosten. Dus we voorzien een forfaitaire overheadkost van 15% op de personeelskosten. Dat zijn eigenlijk kosten die dat jullie niet hoeven te verantwoorden. Dus bij elk rapport dat jullie indienen, op basis van de personeelskosten die jullie rapporteren, gaan jullie sowieso 15% extra bovenop krijgen van die personeelskost. En die kan dan gebruikt worden voor kosten zoals kantoormateriaal, verzendkosten, aankoopvakliteratuur en van die dingen. Kan die dan gebruikt worden. Nu, door het soort van projecten dat we in deze oproep beogen, dat er waarschijnlijk ook wel heel wat externe prestaties zijn. Dus wat wij zien als externe prestaties, is vooral dat op de momenten dat jullie beroep doen op consultancyorganisaties of andere organisaties die jullie kunnen helpen bij de inhoudelijke ondersteuning van het project of bij administratieve en financiële ondersteuning. Dus als jullie dergelijke dingen voorzien, dan ga je dat in jouw budget moeten begroten in de rubriek externe prestaties. Dan promotie en publiciteit. Dus zoals jullie weten, past het EFRO-project in de subsidiemaatregelen die Europa voorziet. Het is ook belangrijk dat dat in alle communicatie voor het project ook duidelijk tot uiting komt. Daarom vragen we dat jullie steeds de nodige logo's ook gaan gebruiken bij elke promotie of publiciteitactie die dat jullie in het kader van het project zullen ondernemen. Meer hierover kan je ook in de communicatie voor promotoren terugvinden, die dat je ook op onze website vindt. Indien er in het project inkomsten gemaakt zouden worden, dan moeten deze verrekend worden in het projectbudget. Dan zijn er nog een aantal niet-subsidiabele uitgaven. Het gaat er dan om de facturatie tussen promotor en co-promotor, immateriële investeringen, bijdrage in natura, bankkosten en andere financiële kosten, vrijwilligersvergoedingen,
kunstwerken en gages voor kunstenaars en wedstrijdprijzen. Dan geef ik nu graag het woord aan mijn collega Frederik, die iets meer zal vertellen over de overheidsopdrachten en over de staatssteun. Ja, goeiedag iedereen. Jullie hebben al een goede voorraad informatie zojuist gehad. Ik herinner ook nog even aan dat alles nog te vinden is op onze gidsen die online staan op de website efro.be. Ik zal nog een aantal puntjes aanhalen, zoals Filip al zei, over overheidsopdrachten en staatssteun. Daar zeg ik ook in één keer mee. Wij volgen gewoon de wetgeving van zowel Europa als van de nationale overheden. Dus wij gaan geen extra regels opleggen rond die zaken die ik ga opnoemen rond de procedures. Dus voor een aantal van jullie zal dit allemaal redelijk bekend zijn, maar het zijn toch aandachtspunten die ik meegeef voor de EFRO-projecten. EFRO-projecten worden namelijk ook zeer in verschillende fases gecontroleerd. Dus het is belangrijk om aan een aantal zaken voldoende aandacht te besteden. Eén daarvan is de overheidsopdrachten. Merendeel van jullie zijn lokale besturen, dus jullie hebben daar wel ervaring mee. Dus de wetgeving moet gevolgd worden bij de klassieke overheden. Bij andere organisaties is het belangrijk dat, dat jullie, als jullie zeggen niet te vallen onder de wetgeving, dat jullie dat toch kunnen aantonen. Waarover gaat dat? Aantonen dat jullie overheidsfinanciering minder is dan 50% van de laatste 3 boekjaren. Daarvoor zouden wij de jaarrekeningen moeten hebben. En dat jullie ook voor het grootste deel niet vallen onder overheidsinvloed, bijvoorbeeld bij raad van bestuur, aandeelhouderschap en dergelijke. Er staat daar wel een puntje bij. Wij kunnen, als er twijfel is rond een bepaald statuut, kunnen wij natuurlijk wel de wetgeving rond overheidsopdrachten opleggen aan een organisatie, als die niet overtuigend kunnen aanduiden dat ze niet onder de wetgeving vallen. Maar ik moet zeggen, dat valt zeer weinig voor. Het is meestal wel duidelijk of iemand eronder valt of niet. Zoals gezegd, worden daarop strikt gecontroleerd en er zijn daar verschillende correcties op mogelijk. Dat kan gaan van 5%, 10%, maar in sommige gevallen, bij grote opdrachten, kan dat gaan tot 100%. Dus op dat vlak geef ik zeker mee, hou dat goed in de gaten om de wetgeving en de procedures te volgen. Ja, het volgende puntje is dan staatssteun. Ja, staatssteun, daar staat ook een aparte handleiding voor op onze website. Het gaat er eigenlijk om dat we binnen de EFRO geen zaken kunnen subsidiëren die de markt verstoren. Dus jullie projecten moeten conform de staatssteun zijn, de vrije markt laten spelen. Er zijn daar verschillende regels voor om te volgen, maar ook bepaalde voorstellen die jullie kunnen volgen, waardoor dat minder... er zijn bepaalde kaders waarbinnen kan gewerkt worden. Ze staan hierop opgelijst. De groepsvrijstellingsverordening is er één van. Ik moet wel zeggen dat dat voornamelijk gaat wel rond projecten, grote projecten rond innovatie en dergelijke, minder voor zaken van lokale besturen en dergelijke. Maar het kan altijd zijn dat u eronder kan vallen. De minimis is iets dat ondertussen bij lokale besturen al redelijk bekend is. Dat is een systeem dat behouden blijft, waarbij dat er steun van maximaal 200.000 kan gegeven worden over 3 boekjaren. Maar ik geef dat maar kort mee, want eigenlijk binnen het kader van deze oproep is er a priori geen staatssteun, gezien de aard van de projecten die we vinden. De projecten die we hier beogen, ja, is met Smart City eigenlijk een verbetering van het volledige ondernemingsvriendelijk klimaat. Dus het komt te goede van een volledige sector, van een volledige regio. En algemeen zijn dat maatregelen die voor alle ondernemers dus voordelen bieden. We geven daarbij een aantal voorbeelden wat we vooral zien als niet-economische activiteiten. Dat gaat om generieke promotie via sensibilisering en informatieverstrekking. Daarin bedoelen we ook vaak wel dat de loketfunctie, die ook in puntje 2 komt, stimuleren en verspreiden van zoveel mogelijk generieke informatie, eigenlijk de taak die een overheid al heeft om algemeen info te doen en bepaalde diensten te geven,
aan de burgers, maar ook aan ondernemingen, zonder dat er selectieve steun wordt gegeven aan een aantal ondernemingen. Bij het indienen van jullie project zullen we ook allemaal de staatssteun per project beoordelen. Als er daar opmerkingen zijn of vragen, wij laten dat ook altijd weten aan jullie. Dus het project wordt zelden afgekeurd omwille van staatssteun. En in dit geval van de oproep zien we dat niet gebeuren. Als een project dus effectief bepaalde ondernemingen individueel advies gaat geven of begeleiden, ja, dan zit je met een selectief voordeel dat je geeft aan die onderneming en spreken we wel over staatssteun. Nogmaals, met Smart City en ondernemingsvriendelijke besturen verwachten wij dat niet zozeer dat daar problemen voor zijn. Maar we raden toch aan bij twijfel of voor alle zekerheid is te kijken naar onze website, voor te kijken naar de teksten, de handleiding, assessmentformulier en dergelijke. Ook een voordeel van de vooraanmelding is dat wij op basis daarvan ook al gaan kijken of er bepaalde grijze zones of gevaren zitten in jullie project. En dat laten wij bij onze feedback op de vooraanmelding ook weten, mochten er twijfelgevallen of mogelijke problemen kunnen zijn. Dus de timing, de chats, zijn daar altijd al zijn daar een aantal vragen over gesteld al, dus hier geven we het nog even mee. Dus de oproep staat op dit moment open. De conceptaftoetsing kan via mail, dus moet via mail gebeuren. Dat gaat naar mijzelf en Filip, dat jullie dat doorsturen. Het formulier staat er, is bij de oproep te vinden, staat ook online en beslaat een goede 2 pagina's. Feedback op daarop, dat zal wel afhangen van het aantal aanvragen dat we krijgen. Gezien dat het in de zomervakantie ook natuurlijk is en de krappe deadline, doen we dat zo snel mogelijk. Maar ja, er is natuurlijk een verschil tussen 5, 10 of 20 of meer aanvragen. De oproep sluit af 14 augustus. De indiening is daarvoor naar het e-loket, waarvan ook de handleiding en de werking en dergelijke op onze website staat. Dus het moet digitaal ingediend worden. Dat kan niet via mail, dat moet echt via het e-loket gebeuren. De beoordeling van de projecten zien we voor de rest van augustus en september, met dan een goedkeuring door de managementautoriteit in het najaar van 2020. Ook hier geldt hetzelfde. We doen het zo snel mogelijk, maar heel veel zal afhangen van hoeveel aanvragen, hoeveel volledige projectfiches wij binnenkrijgen. Maar sowieso zullen we nog binnen 2020, binnen dat najaar, alle projecten op de hoogte kunnen brengen van of een project kan geslaagd is of niet, of dat er nog bepaalde herwerkingen nodig zijn. Start, dat wordt gegeven van het project. Het project moet starten binnen de 6 maanden na de goedkeuring van het project. Dus op het moment dat jullie het bericht krijgen, moet het project binnen de 6 maanden starten. Dus in feite, ja, beginnen 2021 is op 1 januari bijvoorbeeld, is een goed moment. Dat zit dan binnen de timing van onze volledige procedure. Belangrijk ook, looptijd van het project 24 maanden. Een EFRO-werkingsproject duurt in principe 2 jaar. 24 maanden. Even hier ook bij, dat was al in de presentatie gezegd, dat het EFRO-programma van deze periode voorzien is om af te lopen op 31 december 2022. Dus de bedoeling is dat de projecten dan ook afgelopen zouden zijn. Dat is voor het verloop. Ja, dus voor het indienen, ja, wij staan natuurlijk ter beschikking. Dat is zowel Filip als ik, als natuurlijk ook de contactpunten, de gegevens worden daarvan gegeven. Nog eens zeggen, de vooraanmelding is verplicht via dat schabloon. Als die vooraanmelding er niet is, kunnen we ook het project niet aanvaarden als die ingediend wordt. Rond inhoud, dat is het programmasecretariaat EFRO, dat is dus Filip en ikzelf die jullie mogen contacteren als jullie bepaalde vragen hebben rond de inhoud van de oproep. Rond procedure, alles voor technische zaken voor rond het indienen van een dossier. Daarvoor hebben wij provinciale en enkele stedelijke contactpunten van EFRO, waarvan we de gegevens straks zullen bezorgen. Die gegevens staan ook op onze website en staan in de oproeptekst.
We geven ook nog eens mee als een project wordt goedgekeurd. Ja, dan blijven wij ter beschikking voor het verloop. De inhoudelijk verloop volgen jullie natuurlijk wel zelf op. Wij gaan daar niet jullie sturen daarin. Maar wij volgen jullie wel op. Aan de ene kant via begeleidingscomité's van EFRO, die op verschillende momenten tijdens het project worden georganiseerd. En er zullen ook intervisiemomenten zijn. Wat houdt dan in? Ja, dat is dan via EVI dat gebeurt. Dat zal samenwerking en afstemming zijn van verschillende smart cities, eigenlijk om de projecten ook een beetje in contact te brengen, maar ook om te zien hoe dat verloopt binnen het beleid van Smart City Vlaanderen. Ik zie dat er ook heel wat vragen binnenkomen via de chat. Als ik misschien een paar collega's kunnen kijken om die te beantwoorden. Ik ben met de presentatie bezig, zoals jullie merken. Dat is voor opvolging en ondersteuning. De volgende slide kan dan. Volgens mij is dat al... Ja, dat zijn nog eens de gegevens. Dus wij hebben per provincie een contactpersoon natuurlijk, die jullie kunnen... die vooral belangrijk zijn, zeker in de opvolging van de technische zaken, de opmaak van het dossier, en die jullie zeker kunnen helpen in zowel de vooraanmelding, maar vooral in het indienen van een project, van welke zaken zijn nodig en waarop moet gelet worden. In elke provincie ook, en dan hebben we nog contactpunten ook in de steden Antwerpen en Gent. En natuurlijk is er ook nog het programma-secretariaat, dat zijn ikzelf en Philippe, die ook voor alle zaken te contacteren zijn. Ja. De presentatie, ja, we hebben, in het begin heeft de managementautoriteit Werner van de Stok gezegd 2 uur, maar we zijn er al vrij rap door. We zullen nog eens even snel kijken in de chat. Maar jullie hebben nu ook de ruimte om vragen te stellen aan ons rond inhoud en het technische natuurlijk. Ik denk dat het makkelijkst is om te werken via Teams met het handje dat jullie daar normaal gezien kunnen zien. Is er daar de mogelijkheid om hand op te steken, te drukken? Dan kunnen wij zien wie een vraag heeft gesteld. Dan kunnen wij je zo het woord geven. Ik zie al één vraag binnenkomen. Eentje van, ik zie de gewoon naam burgemeester. U heeft het woord, ja. Ja, goedemiddag, Lieve Janssens, burgemeester van Vorselaar. Wij hebben al een paar weken gebrainstormd binnen onze regio. Wij zijn een regio van 5 gemeenten die eigenlijk heel transversaal samenwerken rond heel wat domeinen. Ik ga niet over ons project op zich gaan praten, want dat zou de andere mensen misschien vervelen. Maar het gaat eigenlijk over de procedure die u net heeft geschetst, waarvoor dank trouwens. De vraag is eigenlijk heel concreet. Stel nu dat wij rond slimme oplossingen aan het praten zijn of aan het denken zijn. En dat gebeurt met firma's die u daarin kunnen bijstaan. Langs de andere kant zit je met de specifieke regelgeving rond de overheidsopdrachten. In welke mate moeten we dan nu op dit moment ergens, oftewel die partners meenemen in een soort van promoterschap, in een partneriaat? Of ga je dan eigenlijk inbreuk plegen tegen de wet op overheidsopdrachten en moeten we dan eigenlijk nu meteen de band losknippen en eigenlijk gewoon zeggen van kijk, we hebben een bepaald projectidee en we gaan op dat moment eigenlijk gewoon een consult doen van heel de markt. Dat was vanzelfsprekend dat tweede, voor alle duidelijkheid, ons opzet. Langs de andere kant, dan moeten we denk ik nu al oppassen om nog niet met bepaalde firma's eigenlijk per te gaan spreken over het idee om ook geen voorkennis of zo mee te geven. Hè. We zijn vanzelfsprekend heel vertrouwd in het omgaan met de wet van de overheidsopdrachten. Aan de andere kant is het een heel specifiek gegeven rond toch een beetje een niche ook, hè, een partner die je nodig hebt om ook het projectidee zelf vorm te geven. Dus ik weet niet in welke mate dat u daar ervaring mee heeft van hoe dat je daar best mee omgaat. Hè. Want het is enerzijds qua concept denk ik een beetje ingebakken in een soort van partneriaat, dat je toch ook wel een technische partner, hè. Jullie spraken ook over kennisinstellingen. Ja, in welke mate kan je die eigenlijk nu al betrekken of moet je dat eigenlijk in een volgende fase via de wet op overheidsopdrachten de consult gaan doen? Ik weet niet of mijn vraag voldoende duidelijk is. Ja, de vraag is voldoende duidelijk, maar zoals u zegt is het antwoord daarop niet simpel. In de eerste plaats, of dat er gewerkt wordt via overheidsopdrachten of dergelijke, hangt het er natuurlijk ook vanaf hoe dat jullie de samenwerking ook zien. Is die kennisinstelling bijvoorbeeld een volwaardige partner die mee onderzoek doet, die ook
zelf inhoud binnenbrengt, maar ook er zelf dingen uit leert. En er ook, ja, ik zou het bijna voordeel noemen, maar dat bedoel ik niet, dat jullie allemaal samen op gelijke voet werken als partners. Als natuurlijk de kennisinstelling werkt volgens contractonderzoek, dat zij eigenlijk, ja, dat jullie hen aanschrijven van kijk, jullie doen dat, of verschillende, jullie doen dat. Kunnen jullie dat voor ons uitwerken? Zij leveren iets af en bij wijze van spreken is het dan gedaan. Ja, dan zit het in een overheidsopdracht. Dus daar denk ik dat het daar zal moeten gekeken worden wat het effectieve onderscheid is. Om dat nu al aan te schrijven, dat snappen wij ook wel. Wij vragen een aanbestedingsplan dat er ook gekeken wordt bij de indiening. Dat wil nog niet zeggen dat alles, elke opdracht, overheidsopdracht, al in kannen en kruiken moet zijn op het moment dat het projectvoorstel ingediend wordt. Het aanbestedingsplan dat wij bijvoorbeeld meegeven, gaat er vooral in dat jullie al een soort raming kunnen geven van kijk, we willen externe expertise inboeken op dat fenomeen. Dit zit zowat in onze planning en dit is het budget dat we willen. Als daar nog geen specifieke aanbieder kan aangeboden worden, dat begrijpen wij ook wel, gezien dat jullie afhangen van wat, of jullie het project goedgekeurd is en wat jullie daarvoor krijgen. Ik hoop dat dat misschien de vragen wel wat verduidelijkt, terwijl ik weet dat ik niet een op één antwoord heb kunnen geven. Maar... Nee, maar het is volstrekt duidelijk. Waarvoor dank. En dat is inderdaad ook het evenwicht dat we zelf aan het zoeken waren. Nu heel concreet nog één technische vraag. Betekent dat dan ook dat je eigenlijk de overheidsopdracht op zich, hè, onder voorwaarden of eventueel onder voorbehoud van latere gunning van de subsidie, de facto al zou kunnen gaan voeren, waardoor dat je toch een beter inzicht hebt op de effectieve kostprijs? Hè? Want dat is natuurlijk het moeilijke. Hè? Het is voor ons nu eigenlijk zoeken in een niche waar dat we minder in actief zijn geweest. Dus eigenlijk een raadpleging van de markt zal ons nu al wat kunnen verhelderen in welke grote orde dat we bijvoorbeeld externe prestaties zouden moeten inboeken om dat te realiseren. Is dat dan puur procedureel nu onmogelijk om dat al te doen, of zou dat dan zelfs versterkend kunnen zijn voor het dossier, dat je eigenlijk wel duidelijk aantoont van kijk, voilà, wij hebben dit al gedaan, en is het dan vormelijk een probleem dat je dat nu al doet net voor de indiening van het dossier? Nee, wat ons betreft niet. We hebben gezegd, een project moet beginnen binnen de 6 maanden, maar een project mag ook al begonnen zijn. Jullie mogen eigenlijk al alles opstarten als jullie dat willen, met natuurlijk het risico dat het project niet goedgekeurd is, maar als jullie natuurlijk al zelf beginnen markt bevragen, offertes opvragen, niets houdt jullie tegen om dat te doen. Zeker niet. Oké, volstrekt duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag allemaal. Een vraag die in lijn ligt met de vorige vraag, namelijk de overheidsopdrachten. Deze oproep laat ook toe om projecten op te schalen, uit te breiden en uit te rollen. Dat is een hele goede zaak. Alleen vaak als aan de basis van een bepaald project een overheidsopdracht hing, is het niet evident om zomaar te zeggen, kom, we gaan dit uitbreiden, we gaan dit uitrollen over grotere gebieden, omdat de overheidsopdracht niet altijd in eerste instantie daarvoor voorzien was. Maar tegelijkertijd moet je ook natuurlijk de concurrentie laten spelen. Hoe pak je dat het beste aan? Ik weet niet of mijn vraag duidelijk genoeg is. Niks. Ik snap wat u bedoelt. Op dat vlak hangt het er ook eerst vanaf hoe uw oorspronkelijke gunning is geweest en wat deze voorziet natuurlijk. Het is een, hoe moet ik het nu zeggen, als uw gunning bepaalde uitbreidingen toelaat, kan u dat natuurlijk ook zo doen. Zoals gezegd, wij volgen de wetgeving zoals deze ook is en wij gaan deze ook niet strikter of met extra regels toepassen als het is. Als natuurlijk de gunning van iets is afgelopen, en u wilt dan verder gaan in een volgende fase opschalen, dan moet gewoon de markt bevraagd worden, zoals bij alsof dat de overheidsopdracht vanaf nul begint. Oké. Ja, dus dat is inderdaad een complexiteit bij opschaling in deze oproep ook. Hè? Dus ja, ik weet niet of Evi daar al ervaring mee heeft, of zij al ideeën heeft van bepaalde zaken die zijn opgestart en dan... later zijn opgeschaald via een andere opdracht of zo, ik weet niet. Ja,
Ik kan niet zozeer concrete voorbeelden geven, maar wat bijvoorbeeld een optie is, is dat projecten die gaandeweg zeer ambitieus of complex blijken te zijn, die kunnen de overstap maken naar PIO, het programma Innovatief Aanbesteden. En dat heb ik wel al meegemaakt. Dus dat een project heel klein begon en bij wijze van spreken in de oproep City of Things een proof of concept deed. En dan nadien voor de grotere bedragen en de grotere middelen en ondersteuning de overstap maakte naar PIO. Oké, kan je nog even zeggen wat PIO betekent? Ja, dat is een programma om eigenlijk een innovatieve manier van aanbesteden, dus een innovatieve manier van opvoeren van overheidsopdrachten, te gaan faciliteren bij de indieners. Dat zijn voornamelijk overheden op alle niveau die daar indienen. Bij PIO, dus dat is van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie, daar zitten dan heel veel specialisten die dat hele proces gaan meebegeleiden. Ik ben er niet helemaal in thuis, maar we doen dan bijvoorbeeld marktverkenningen samen met de projecten of gaan innovatieve samenwerkingsverbanden gaan opzetten. Oké. Goed. Dank je wel voor deze toelichting. Alsjeblieft. Ja, goedemiddag. Ik heb hier genoteerd, dus ook een brief naar het kabinet van minister Kreeuwens. Ik wil dat zeggen dat als je wil meedoen, je voor 30 juli niet alleen dat chabot moet indienen, maar ook die brief naar dat kabinet moet sturen. Nog is dat vast dan tegen 14 augustus. De brief is tegen 14 augustus, dus bij de vooraanmelding hoeft dat nog niet. Ja, oké, dank u wel. Dus de cofinanciering en het EFRO-dossier worden ook samen behandeld. Er zijn een aantal vragen ook gesteld over de samenwerking tussen de gemeente en anderen, maar wij zitten een beetje in een andere positie. Wij zijn eigenlijk vanuit het bedrijf dat samenwerkt ook in dit geval bijvoorbeeld met een van de havens, dat ook voor een overheidsinstelling is, om het zo te zeggen. En om duidelijk te zijn, wij kunnen gewoon effectief samen dus, met, laten we zeggen, drie bedrijven die een consortium hebben, samen met de haven een project ook indienen. Omdat het is in een havengebied dat we dus een try-out zouden willen doen van een bepaalde technologie die ten bate is van alle bedrijven in de haven. Dus dat is zeker ook mogelijk als ook bedrijven, laten we zeggen, van bij de start samen met de haven aan één zeel trekken. Ja, op zich kan dit wel natuurlijk. In eerste instantie mikken we voor een stukje ook wel met deze oproep naar acties die lokale besturen ondernemen. Naar kernversterking en dergelijke toe, op de manier dat digitalisering daarbij bijdraagt. Maar als je als lokaal bestuur hierbij betrokken bent en dat komt de lokale ondernemingen ten goede, kan dat op zich wel, ja. Ja, dus oké, een paar vragen. Dat zijn er. Hoe kunnen promotoren weten van elkaars voorstellen? Korte timing. Deels hebben wij dus nu ook al de info gegeven. Allee, gaan we de info doorsturen van wie er heeft deelgenomen. Het is onze bedoeling ook om, als wij de vooraanmeldingen bekeken hebben, om te zien of er daar bepaalde gelijklopende zaken zijn en of samenwerking mogelijk is. In de vooraanmelding hebben we daarom ook vermeld dat het mogelijk is dat we bepaalde organisaties of bepaalde projecten in contact met elkaar kunnen brengen voor eventuele samenwerking om meerdere projecten eventueel samen te voegen tot één of gewoon zien dat deze met elkaar afstemmen in het verder projectverloop. Geldt de oproep ook voor oplossingen op bedrijventerrein en handelskern? Ik denk dat die vraag beantwoord was daar straks door Filip ook, omdat die vraag ook rechtstreeks gesteld was. Kunnen leadergroepen ook een project indienen? Daar geldt hetzelfde antwoord als met de bedrijventerrein en handelskernen. Er moet effectief een impact zijn op de lokale besturen zelf. Dus in theorie kan de leadergroep wel natuurlijk als één geheel samenwerken, maar er moet ook effectief bepaalde impact zijn te meten op de verschillende gemeentes en steden die van de leader deel uitmaken.
Die feedback op de vooraanmelding, hoe realistisch is het om te kunnen afstemmen in zo'n vakantie? Ja, de feedback komt zo snel mogelijk. Dat hangt op dat vlak volledig af van hoeveel vooraanmelding dat we gaan krijgen. De bedoeling is bij ons wel om vanaf 1 juli alle vooraanmeldingen door te nemen, te lezen en zo snel mogelijk de feedback te doen. De goedkeuring van de MA is voorzien in het najaar. Hetzelfde principe, ja, als we veel aanvragen krijgen, kan dit wel even duren, maar sowieso in 2020 zullen wij daar nog op kunnen antwoorden. En de fase van de cofinanciering is het best om die aan te vragen tegelijkertijd met de indiening van het project, dus na de vooraanmelding, maar toch mee met de projectaanvraag. Het kan in theorie ook nog achteraf, maar dan moeten wij ook wachten totdat de cofinanciering ook rond is voordat we een project volledig kunnen goed of afkeuren in feite. Ja, hoe uitgebreid moet de vooraanmelding zijn? Ons schabloon van de vooraanmelding beslaat 2 pagina's. Het is dus niet de bedoeling dat dat al zwaar uitgeschreven is, maar toch dat we al duidelijk weten van in welke richting gaat het project, welk idee, welk concept zit er al achter. Met een inschatting van het budget en van de partners. Dat kan natuurlijk zijn dat tussen vooraanmelding en werkelijk projectvoorstel het budget nog verandert. De partners ook, dat er partners bijkomen of wegvallen. We houden daar wel rekening mee als het binnen de perken is. Als je project bijvoorbeeld in de vooraanmelding 300.000 is en het uiteindelijke voorstel 600.000, dan gaan we toch wel vragen, de vraag stellen, hoe komt het dat er zo'n verschil komt? Dus, aanvullend kan het ook nog zijn dat je project natuurlijk op basis van de feedback dat wij geven na de vooraanmelding inhoudelijk ook nog aangepast wordt. Hè. Het is niet omdat je in je vooraanmelding iets indient van een bepaald idee, dat dat ook identiek hetzelfde moet zijn. Dus ergens kan dat nog wel wijzigen. Ja. Oké, kan een hogeschool ook partner zijn in een project? Uiteraard, het gaat om kennisinstellingen, dus op dat vlak hogescholen en universiteiten behoren daar volledig toe. Het voorbeeld van Smart Retail Dashboard, dat is denk ik makkelijker voor Evi. Je hebt daar al op geantwoord in de chat wel, dacht ik, maar het is misschien handig om dat nu ook eens mee te geven. Ja, het Smart Retail Dashboard is inderdaad een project dat momenteel loopt onder leiding van IMEC. Maar een retail dashboard is maar één van de voorbeelden van wat een dashboard kan zijn. Dus naar een retail dashboard zijn we in principe niet meer op zoek. Tenzij jullie ergens lumineuze ideeën hebben om zo'n type dashboard naar een hoger niveau te kunnen tillen, dan zou dat eventueel wel kunnen. Het project van IMEC bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is bijna afgelopen en dat ging dan meer over een studiefase waarbij gekeken werd wat een retail dashboard allemaal kan betekenen voor lokale besturen en voor ondernemers. En ook aan welke functionele vereisten zo'n dashboard zou moeten voldoen. Nu, de tweede fase is dan die aanbesteding waarover sprake in de vraag die gesteld werd. En zo'n aanbesteding, daar is nog geen beslissing over genomen. Dus wij wachten eerst tot de eerste fase van dat project volledig is afgerond. En dan pas kan er een beslissing genomen worden of het überhaupt wel interessant is om zo'n aanbesteding te gaan doen. Ik hoop dat daarmee de vraag voldoende beantwoord is. Ja. Volgende vraag, de vragen te bundelen in de frequently asked questions. We zijn daar nu mee bezig op dit moment. We kunnen dit nog aanvullen met de vragen die we hier hebben gehad, dus met de antwoorden. En dat ook in de presentatie invoegen. Voor het overige zijn wij ook al aan het kijken inderdaad of dat er een lijst kan gemaakt worden van de frequently asked questions. Zeker na de vooraanmelding gaan we misschien een aantal zaken zien terugkeren, dat we dat makkelijker kunnen zetten. Maar ik weet hoe we dit praktisch nog moeten aanpakken, zullen we zien om te delen. Ik weet niet of Filip daar al heeft nagedacht. Filip is ook degene die onze communicatie doet, voornamelijk.
Ja, op zich hebben we de lijst van iedereen die zich ingeschreven heeft voor de infosessie van vandaag. Dus ja, we zouden bijvoorbeeld de vak ook naar hen kunnen delen. Anderzijds gaan we ook de presentatie en de opname van de sessie ook online zetten. Dus op zich zou die vak ook daarbij gekoppeld kunnen worden, of daaraan gekoppeld kunnen worden. Dus sowieso gaan we wel een manier zoeken om dat op onze website te delen. Ja. Oké, volgend punt. Wat is het maximum budget van een project? In feite staat er geen maximum budget op een project. Maar in de projectvoorstel vragen wij wel natuurlijk een gedetailleerde begroting die opgegeven wordt. En zoals al in de presentatie is gegeven, ook wat voorzien jullie aan werking, externe prestaties en hoe zit dat in? Dus wij bekijken ook dat er natuurlijk wel overwogen een begroting is opgemaakt. En er is dus geen maximum, maar bij hoge projecten gaan we natuurlijk wel kijken van hoe alle kosten geraamd zijn. En dat is ook iets waar we opmerkingen over kunnen maken bij vooraanmelding en bij indiening van dat het projectbudget moet gereduceerd. Het is bijvoorbeeld ook een verschil als een project door één lokaal bestuur of door 5 of 6 lokale besturen samen ingediend wordt. Dus ambitieniveau speelt ook voor een groot deel wel mee in het projectbudget of de begroting die je gaat voorzien, uiteraard. Dan denk ik de volgende slide. Smart City is voor centrumsteden is dat makkelijker. Grootorde van steden en gemeenten, dat maakt niet uit in feite. De centrumsteden kunnen meedoen, maar zelf de kleinste stad of gemeente kan meedoen binnen het kader van de Smart City. We hebben daarvoor geen grootorde of geen enkele beperking op de lokale bestuur. Mogen bedrijven of een consortium van bedrijven als partner van de hoofdaanvrager stad of gemeente mee indienen? Op zich kan dat. Die vraag was daar straks ook gesteld. Burgemeester van Vosselaar, dacht ik. Inderdaad, bedrijven kunnen meestappen natuurlijk als partners. Het is sowieso verplicht dat er lokaal bestuur bij betrokken is. Dus dat alleszins zeker. Als een bedrijf natuurlijk als partner optreedt binnen het project, kunnen zij evenzeer mee indienen. De lijst voorzien, dat hebben we het ook al over gehad, dus we zullen deze inderdaad, inderdaad bezorgen. Dan de laatste slide, als deze er is. Nee, dat is een lege slide. Maar ja, ik zie dat... Frederik, er zijn nog wel 3 extra vragen binnengekomen, dan moet ik even naar een nieuwe presentatie gaan. Ja, maar dat is geen probleem, ik zie jullie komen. Dus ja, de eerste vraag is van of een voorstel ingediend kan worden onafhankelijk van een gemeentelijke instelling. Nee, er moet sowieso een lokaal bestuur aanwezig zijn in het projectpartnerschap. Dat is zo. Moet dit een lokaal bestuur van een gemeente zijn of kan dit ook door het lokaal Unizo bestuur? Het gaat echt om lokale besturen. Het wordt meegegeven, dus overheden kunnen indienen. Kennisinstelling SOX, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kan ook. Op dat vlak natuurlijk ook intercommunales en provincies zouden ook wel kunnen, maar bijvoorbeeld een lokaal Unizo bestuur, nee, dat zien wij niet als een lokaal bestuur. De EFRO-aanvraag staat volledig los van de kredietsubsidie, is de volgende vraag. Dus het project moet 2 maal ingediend worden. Op zich niet, dacht ik, maar ik zal de procedure even denken. Dus er moet sowieso wel een brief verzonden worden naar het kabinet Krevits, maar bij de indiening van het project in het e-loket zit die subsidie ook al verwerkt. Dus in zekere zin moet het 2 maal ingediend worden. Het kabinet zou eigenlijk het project moeten krijgen. En het e-loket, nu zeg ik ook wel, het e-loket van EFRO laat ook toe om het volledige project, nadat dat is ingevuld in het e-loket, om dat eruit te halen in een pdf. Dus het beste dat is eigenlijk te doen, is indienen via het e-loket en dan een pdf uit te trekken van uw voorstel en dat ook mee te sturen naar het kabinet. Dat is eigenlijk de beste oplossing. Dus zij vragen ook geen extra info.
Aanvullend is het dus wel zo dat, dat bij ons inderdaad je de applicatie invult en alle stappen en vragen daarin mooi volgt en de nodige informatie verschaft. En voor het kabinet is het zo dat u een gemotiveerd schrijven aan de minister bezorgt, waarin u zegt wat u van plan bent en dan welk bedrag van cofinanciering u gedacht had. En als bijlage daarbij vraagt de minister inderdaad dan wel een print-out of een PDF, het EFRO-project dat bij ons ingediend werd. Dat is niet dat voor hen of voor die subsidie ook een aparte applicatie of iets dergelijks bestaat. Dat zijn de vragen die in de chat zijn voorgekomen. Ik weet niet of er op dit moment nog andere vragen zijn. Dan kan u nog altijd ofwel via de chat ofwel via het hand opsteken deze nog stellen.